Natuurkunde HAVO-examen 2019-1, opgave 2. Wereldrecord, blopspringen. Blopspringen, wat je eigenlijk moet weten, heel verhaal, bla 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 bla. Hier staan dus twee mannekes. En twee of drie, ik weet niet precies hoeveel, maar die springen zo hier die kant op. Ze hebben samen hier een zwaarte of een hoogte-energie en dat is de M keer G keer die H. Dus dit is die hoogte die ze hebben. Dan komen ze hier zo komen ze erop. En daar komen ze dus met een bepaalde energie, e-kinetisch, is gelijk aan een half mv kwadraat. En deze een half mv kwadraat, die geven ze door aan hem daar. En omdat hij dus minder massa heeft, komt hij dus ook hoger. Nou, en dan gaan ze dus hier naar deze hoogte gaan ze dus. Ja, dat is eventjes in de notendop wat hier precies aan de hand is. Met behulp van de deelnemers aan deze record is het met behulp van videometen een HT-diagram gemaakt. Nou, dit is hier. De hoogte is gemeten ten opzichte van hier zo de golfjes, het wateroppervlak. Dus, oh, het zijn dus drie personen. Die springen vanaf 10 meter hoogte. En Simmerly, ik kan het niet helemaal goed zien, maar ik ga zo stiekem toch weer even spieken, maar het lijkt net alsof dat rond de 17 meter is. Oké, dus nu gaan we eens eventjes kijken of we de vraag kunnen doen. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de snelheid waarmee de groep de blob raakt. En geef in deze figuur aan hoe je aan je antwoord komt. Oké, drie punten. Oké, moeten we even checken wat voor een figuur hebben we hier. We hebben een HT-diagram. En dus dat heeft iets te maken met meter. En dat heeft iets te maken met seconde. Nou weet ik dat als ik zo'n grafiek heb met iets met meter en seconde, dan kan ik een delta S bijvoorbeeld en een delta T. Daarmee kan ik dus een snelheid, V is meter per seconde, kan ik maken. En wat ze ook nog meer zeggen, is het moment dat die lui, zeg maar, hier zo raken. Oké, een moment. Een moment of een tijdstip. Je voelt hem al, je weet al waar ik naartoe wil. En dan gaan we het hebben over raaklijn. Nou, even kijken wat ze zeggen. Ze zeggen hier zo, bepaal met behulp 1,27 seconden. En wat we dus eigenlijk gaan doen is hier zo, en we zien het niet meer zo goed, maar we gaan hier zo op dit punt gaan we de raaklijn gaan we tekenen. En die raaklijn, sorry, mijn rechterlijntje ook niet meer wat het geweest is, maar daarmee gaan we zo zeg maar de delta pakken. En deze delta die gaan we zo delen door elkaar. Het is een beetje priegel geworden, maar ik hoop dat jullie dit nog kunnen volgen. En ik ga eigenlijk direct hier naartoe. De uitkomst zou dit moeten zijn. En als je die raaklijn zo tekent. Hij gaat hier zo. En dan zou dit zo die 1,27 moeten zijn. Dus dan trek je die raaklijn zo. Dan kom je. Dan mag je zeg maar. Elk antwoord wat hier tussen zit. Dat wordt goed gerekend. Puntjes voor het tekenen van de raaklijn. Je gebruikt deze formule. Delta x delta t. En je antwoord. En die mag dus zeg maar. Drie significant zijn. Als je zegt joh. Ik weet niet zeker. Dan doe je gewoon. Dit zou dan 11. Of 12. Dan heb je net iets minder. Maar dan mag je dus op twee significante cijfers. Wordt ook nog goed gerekend. Nou, we zijn er al bijna.
Even kijken. Als er drie personen op t is 1,27 seconden, stukje informatie, blok raken, begint er in de blok een drukgolf. Op t is 1,37 seconden komt de drukgolf bij Zimmerli aan. Toon aan of de snelheid waarmee de drukgolf beweegt gelijk is aan de geluidssnelheid in de lucht. Maak daarvoor eerst een schatting. Ook zo'n leuke vaardigheid van afstand van de drukgolf. Nou, even kijken. Wat ik ook interessant vind. Wat is de temperatuur? Even kijken hoor. Staat dat hier ergens? In juni 2011. Oké, 2011, juni. Oké, even kijken. Wat zou de T zijn? Nou, de jongens die springen in het water. Het is juni, dus... dit moet de T zijn natuurlijk. De temperatuur zal ongeveer tussen de 30 en de 40 graden zijn of zoiets. Laat het eens een keertje 20 zijn, tussen de 20 en de 40 graden Celsius. Geluidssnelheid van lucht. Dus dan hebben we nodig BINAS. En als ik het goed heb, is dat nummertje 15, maar dat weet ik natuurlijk weer niet zeker. Nou, jongens, ik heb gewoon 15a heb ik dan. En 15a lucht, 273, nou dat lijkt me iets, dat is 0 graden. 20 zou zijn, en dus 293 Kelvin, dan hebben we met V is zeg maar... 3, 4, 3 meter per seconde. En als je zegt van nou 313 Kelvin, kan ook nog, is een beetje warm. Dan zitten we op 3, 5, 4 meter per seconde. Dus zeg maar elke snelheid die hier tussenin zit, dat lijkt me goed. Nou, wat gaan we doen? We gaan even de delta t gaan we berekenen tussen die twee tijdstippen. En dan gaan we met het plaatje gaan we de schaal, dus afstand. Afstand en dan hebben we dat kussen zo, zeg maar. Nou, hier ligt die Zimmerli en hier komen die lui op. En dan gaan we eigenlijk niks anders doen dan... En met de geo gaan we meten hoe ver deze afstand is. We gaan kijken wat de schaal is. En dan gaan we de echte afstand. De schaal, de echte afstand. En dan gaan we zeggen V is gelijk aan S gedeeld door T. En als daar iets uitkomt wat in de buurt komt van zeg maar die tussen die 343 tot 354 meter per seconde. Dan zeggen we ja en anders zeggen we nee. Dat is wat we gaan doen. Even kijken, delta t. Dan even gaan uitwerken. Delta t. Dan moet ik eventjes gaan kijken wat precies die 1,27 en 1,34 is. 1,34 min 1,27 is gelijk aan 0,07 seconden. Dan gaan we die afstand gaan we meten. En nu ga ik toch eventjes spieken. Spiek, 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 spiek. Volgens de afstand die je meet... Dat zou dus 2 centimeter zijn. En ze zeggen dus dat die in het echt. Als je dan gaat kijken van hoe groot vallen die lui van hier naar daar. Dat zou dan overeenkomen met 9,9 meter. Dus we moeten zelf een schaal gaan maken. En dat komt dan overeen met 2,8 centimeter op de foto. Dus dan weten we precies hoe die schaal is. En zeggen van nou 2,7. 2 centimeter komt overeen met hoeveel. En dan zeggen we 2,8 centimeter komt overeen met 9,9 meter. Dus 2 centimeter, 9,9
keer 2 gedeeld door 2,8 is gelijk aan 7,071 meter. Dan zeggen we V is 7,071 meter gedeeld door 0,07 seconden is gelijk aan. Nou, dat komt in de buurt van de 101 meter per seconde. Conclusie, toon aan of de snelheid. Dan zeg je zoiets van hiermee is aangetoond dat de drukgolf niet. En nu heb ik heel weinig plek, niet met V-geluid reist. Ja, hij staat erop. Oké, nog even checken en dan is het lesuur alweer afgelopen. Nou, er zijn meerdere methodes. Even kijken en volgens mij heb ik deze methode gebruikt. Weet ik eigenlijk niet zeker. Moet je zelf maar even kijken. Nou, wat ik gedaan heb is, ik heb dit gebruikt. Ik heb beredeneerd schatten van de afstand tussen de 4 en de 9 meter. Nou, ik had dus 7 meter ongeveer. Dus dat had ik ook goed. Dus dit had ik ook goed. En ik concludeer dat de snelheid is lager. Het is niet hetzelfde. Hoppakee. Nummertje 9. En met nummertje 9 gaan we even wat dingetjes aanstrepen. Uit videometing zorgt voor dat Simile tijdens de lancering een blob met een gemiddelde versnelling. Dus dat is de A. Hij heeft die ondergaan is 1,78 keer 10 tot de tweede. En hij heeft een massa van 80. Bereken de gemiddelde kracht omhoog die de blob tijdens de lancering op Simile heeft uitgeoefend. Oké, nou dan zijn we dus klaar om deze te doen. Wat moesten we doen? A gemiddeld is gelijk aan, dan ga ik weer even omhoog, dat is 1,78 keer 10 tot de tweede meter per seconde. Zijn massa is 80 kilogram. Oké, hoe gaan we dat doen? Volgens mij was het ongeveer dit. F res is m keer a. Nou, dus de gemiddelde kracht. We hebben het over gemiddelde versnelling. En dat heeft allemaal te maken dat hij in het begin natuurlijk een versnelling heeft die echt heel snel is. En hoe verder die dat kussen zeg maar uit is geduwd, hoe minder krachten dat ding kan doen en hoe minder sterk die versnelling is. Die versnelling die is niet overal gelijk. Dus, weet je, we gaan ongeveer met een gemiddelde werken. Nee, we gaan met een gemiddelde werken net doen alsof het telkens dezelfde kracht is geweest. Dus dit is aangemiddeld. Oké, deze weten we. 80. Aangemiddeld. Ja, dan zou je dus denken van hier hebben we dus een kracht, maar er werkt natuurlijk nog een andere kracht. We hebben ook te maken met een FZ, dus dat m keer 9,81. En er is dus een kracht van dat kussen. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Als we deze zo doen, dan moeten we, ik reken hem even uit. En um, 80 keer 9,81 is gelijk aan 784 keer 80. Als we deze uitrekenen, 80 keer 1,78 keer 10 tot de tweede. Dat zou dan dit de resulterende kracht zijn. En dat is 80 keer 1,78.
Evenement 2 is gelijk aan 1,4240 newton. Maar ja, we moeten natuurlijk, zeg maar, die blob die doet zo hier zo, die doet zo. En tegelijkertijd hebben we dus een kracht die zo, dit is de FZ. En dit is dus de F omhoog. En die 1,4240, dat is zeg maar die F omhoog min die FZ. Dus als we deze willen weten, moeten we van die 1,4240, moeten we nog die 784,80 erbij optellen. En dat is dus die F omhoog. En F omhoog is dan gelijk aan plus 784,80 is gelijk aan 15024,8. Dat is een beetje een akelige, want we moeten natuurlijk qua significanties even heel goed gaan kijken wat het is. We hebben hier 80, dus eigenlijk zou je hier moeten zeggen dat is 7,8 keer 10 tot de 1, 2 tot 10 tot de tweede. Dit zou zijn, dit moet dan ook zeg maar twee dingetjes hebben. Dus dat is 1,4 keer 10 tot de 1, 2, 3, 10 tot de vierde. En dan komen we ja, hier ook uit, omdat er heel weinig komma's zijn, komen we uit op de 1,5 keer 10 tot de vierde. Newton. Oké, laten we even kijken. Oh, waar is oeh. En weer klopt het. Dat is wel heel fijn. Wat je zou moeten doen om je puntjes te krijgen. Zo met die FRS zou je moeten hebben. FRS M keer A. Je moet deze moet je doorhebben dat die blob. En die blob die ziet er dan zo uit. De blob is geen vorm, dus het mag tekenen wat ik wil. Dat het ding F omhoog doet. En die FZ die speelt ook een rol. En uiteindelijk kom je hierop uit. Als je geen gebruik hebt gemaakt van die FZ, MKG, dan helaas pindakaas. Maar dan ben je deze mee kwijt en die ben je ook kwijt. Een beetje streng als deze. Goed, we gaan naar 10. 10 op foto 3 op de uitwerkbijlage. Oké, ik ben een beetje in de war hier zo. Ik zie tegelijk, we zien het, opname is gestart. Waar staat de RS voor resultaat, resultanten, netto, de somkracht is dat. Welke van de onderstaande tekeningen, 1, 2, 3 of 4, de krachtvector omhoog gaat? De krachtvector of de krachtenvector op simile in de verticale richting op het moment juist is of zijn weergegeven. Dus eventjes kijken. Foto 3 toont hem op de weg naar het hoogste punt. Hij gaat naar het hoogste punt toe. Oké, dus welke van deze momenten? Is er een kracht die hem omhoog toestuwt? Ja of niet? Nou, hij is bijna bij het hoogste punt. Dus er is geen contact meer met dat kussen. Dus wat zou hem omhoog kunnen duwen? Ja, niks. Dus er is helemaal geen omhoog duwende kracht. Dus die kracht die kan gewoon niet. En die zwaartekracht, ja, dat is de enige kracht die er is. Dus op het ogenblik dat die los is van het kussen, is er alleen nog maar één kracht. Dus deze is de yay! Dus het antwoord zou zijn nummer 4. Dan gaan we naar nummertje 11. De groep van 3 personen met een gezamenlijke massa van 300 kilo viel. De groep, hij viel over een afstand van 9,9 meter omlaag en Simile heeft een massa van 80 kilogram. Bereken de hoogte die Simile maximaal had kunnen bereiken als alle energieverliezen verwaarloosd kunnen worden. Dus 9,9, 30 en 80 kilo. Dus dan gaan we opschrijven. De massa 3P, 3 personen, is 300 kilogram. Massa Simile is gelijk aan 80 kilogram.
hoogte 3 personen is gelijk aan 9,90 meter. En de vraag is eigenlijk, wat is de hoogte van Zimmerly? Oké, hoe gaan we dit doen? We weten dat die 3 personen, die hebben een bepaalde energie. Er wordt hier gezegd dat alle energieverliezen verwaarloosd kunnen worden. Dus eigenlijk geven ze al een beetje aan dat je via energie moet gaan rekenen. Dus die 3 personen, die geven al hun energie, die geven ze aan Zimmerly. 3 punten lijkt dit, hè? 3 personen. Oké, wat is hun energie? Dus de energie, ze staan naar boven. We weten niet met welke snelheid ze op dat kussen komen. Dus we gaan met die zwaarte-energie gaan we werken. En dat is M keer G keer H voor de 3 personen. Is gelijk aan de M keer, nog 3 personen, keer H voor Zimmerly. En het eerste wat ik hier zie is dat de G en de G die staat aan dezelfde kant. Dus die kunnen gewoon lekker hoppakee en hoppakee, die kunnen weg. Dan ga ik hem invullen dat hier 300 keer 9,9 is gelijk aan 80 keer die hoogte. Dus die hoogte is gelijk aan 300 keer 9,9 gedeeld door 80. Ik doe maar even invullen. Dat is 300 keer 9,9 gedeeld door 80 is gelijk aan, dus de hoogte is gelijk aan 37,125 meter. Dit is significant, is dat niet een goed antwoord, want ik ben hier met 80. Dat zijn 2 significante cijfers. Mijn hoogte is 37 meter. Oké, als we zo nu naar de antwoorden gaan kijken. Dan zie je hier zo dat je met zwaarte-energie moet werken. Je moet deze formule gebruiken. En je moet ook bij 37 meter komen. Als een kandidaat de snelheid van de groep heeft verbruikt, vervalt de eerste deelscore. Oké. En er is er nog eentje, en dat is heel vervelend. Het is 0 punten als je met de hefboom hebt gewerkt. Als je zegt van nou, ik heb hier te maken met dat ze zo gaan. Dus dit zal dan de arm zijn van 9,9. En dan zou je hier dan een bepaalde arm zo hebben. En sommige mensen hebben gedacht van nou, als ik hier een hefboom heb zo, dan komen ze hier op. Dan heb ik hier zo die blob zo. En dan gaat hier zo een andere. Maar dat kan niet, omdat je hebt geen draaipunt. Je hebt hier sowieso 2 verschillende punten. En als je wel een draaipunt zou hebben, zou je niet deze hoogte pakken. Maar dan zou je deze afstand moeten pakken. Dus dat er is geen draaipunt. Er wordt gesproken over energie. Er wordt hier gesproken over die energieverliezen. Ga dan ook met energie verder. En het draaipunt is helaas pindakaas is 0 punten waard. Nummer 2 en een 1, dus 12. De luchtweerstand is niet verwaarloosbaar. Waardoor Zimmerly bij deze kortpoging minder hoog kwam dan bij de maximale hoogte die hij zou kunnen. Dus niet 37 meter. Er staan 3 mogelijke verklaringen voor het niet bereiken. Die had ik er nog niet bij, dus we gaan gewoon hier kijken. De blob neemt energie op. Nou, dat lijkt me behoorlijk duidelijk, hè, want die vezels die rekken en die vallen weer terug, dus dat is goed. De zwaartekracht die remt hem af. Nee, in alle gevallen, zowel als dat er ergens energie wel of niet zou zijn, dan zou dat niet anders zijn. Dus zowel met, nou, die zwaartekracht die is er gewoon altijd in beide gevallen. Hij schiet een beetje schuin omhoog weg. Dus in plaats van dat hij zo boem zo gaat. Misschien heb je dat programma Bommetje wel eens gezien. Dan zie je dat hij daar zo gaat.
Nou, dus een deel van hun traject wordt dus niet zeg maar recht omhoog gedaan, maar die wordt dus scheef gedaan. En dit zijn juist en deze is onjuist. Had je nou alle drie goed, 2 punten. Heb je er 2 goed, heb je 1 punt. En ja, anders heeft hij geen opbrengst. Heb je vragen over dit examen of andere vragen? Schrijf dat in een reactie en dan kan ik daar ook een uitlegvideootje van maken. Blijf even hangen, sowieso gaat hij zo in de volgende van de playlist. Maar blijf even hangen en dan zie je een aantal suggesties die jou wellicht zullen interesseren. Tot de volgende uitleg.